Tussen de trap. Ik zal er weer even op.
weer flauw gevallen. Zo, en toen hoorde ik jou schreeuwen. En ik heb me een hele wereld overzoeken. Ja, waar heb je dan al overzoeken? Zo naar redden natuurlijk. Want ik heet Janus. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Ik dacht echt dat je Janus Gerrit heette. Maar daar was ik, hè. Zo, en toen ben ik nou aangekomen. Natuurlijk moet je komen. Het is hier gezellig. Hoe jij wacht ik dit? Wat nou? Zeg, dit moet ik nog op de trap. Dat is een tientje. Zo. Drinken we het hier op of hebben we het mee naar? Ja, maar blijf. Zo'n geweldige persoon. Ja, hij kan makkelijk eerlijk zijn. 5000 heeft hij al binnen. Janus, dit is mijn kleindochter Willy. En dat is juffrouw Penha van de Kruin. Dit is mijn oude vriend Janus. Oude vriend, u kent hem volgens mij niet van al. Oh, dat weet ik. Toch zijn we oude vrienden. De meester is mijn dag, de jonge dat je een toffe jongen bent. En blij dat het ermee zijn. Nou, dit is mijn oude vriend Janus. Ben je klant, ja, u bent gek. Zeg dat nog eens als je dit hart hebt, snot aan. U bent een kindse oude man die geld om weg te geven. Kindse oude man, dat ben je zelf. En die heeft last van ouderdomslijntage. Ouderdomslijntage, dat moet je nog eens zeggen. Dan moet je maar in de buiten komen als je durft. Wees u toch kalm, meneer. Volgens mij is meneer, opa zal ik maar zeggen, heel normaal. Ja, dat is heel normaal. Dus ik vind het normaal dat die geld om weg te geven. Dat hij... marretjes in huis houdt. En een 5000 gulden geeft ook. Als je aan mijn vrienden komt, dan komt hij aan mij. Dat hij geld op weg te geven wat niet van hem is. Geld dat niet van hem is? Wat bedoel je ermee? Nou, hoe nou wat ik begrepen heb, heeft meneer Oppen, zal ik maar zeggen, ja? Geld eerlijk gewonnen in de voetbalpool. Oh, en nou. Dan mag hij ermee doen wat hij wil. Ik heb honger. Bemoei jij er niet mee? Hij wil weer 5000 piek om brood te kopen. Ja, wat bedoelde je met dat geld wat niet van hem is? Nou, precies zoals ik het zeg. Geld wat niet van hem is. Het kan me niet meer schelen, ook. Dan komt er maar ruzie. Opa heeft de voetbalpool niet gewonnen, maar ik... Huh, jij? Ja, ik won de voetbalpool. Maar ik kan het niet zeggen. We zouden ruzie krijgen. Ja... We hadden dus beloofd, nou ja, afgesproken, dat we nooit zouden gokken. En daarom heb ik het gedaan. En daarom heb ik jou bloemen gegeven. En daarom heb ik met opa afgesproken dat we zouden zeggen dat opa de voetbalpool had gewonnen. Dat is nog eens zeg, jongeman, als jij die centen terug wil hebben hoor, zeg het maar, ik wil ze wel ruilen voor een boterham. Wat? Niks te ruilen voor een boterham. Eens gegeven, blijft gegeven. Ja, maar opa, die schijnt van een ander. Wat? Niks van een ander. Hij ligt op het gedrukstaat. Zo, dus die wilde weer dat... Wat is dat hier allemaal, broer Merrick? Ja. Maar opa heeft het voetbalpool niet gewonnen, maar ja, mijn vrucht is het. Gemene gokker dat je bent, hoe komt dat? Ik heb die pool gewonnen. Het waren mijn eigen centen die ik uitgegeven heb. Smerige lummeren, ik zal je. Ik heb die pool gewonnen. Er waren toch twee winnaars? Ja. Ik was die tweede. Ik heb van de week stiekem Jasser voetbalpoolformulier overgeschreven en opgestuurd. Jan en ik hebben samen gewonnen. Ja, zijn geld ligt nog op dat kantoor op hem te wachten. Nou, mooi. Oh, wat een nieuws, wat een nieuws. Oh, vader, ik ben trots op u. Ik heb altijd wel gezegd dat wij een intelligente familie zijn. En ik was hier niet mee te gokken. Vraag me niet meer over Jan. Ik moet het soms een beetje zenuwachtig. Dan weet ik niet wat hij zegt. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Dat ruilen van dat geld, dat gaat nou even mooi niet door.
natuurlijk.